Hoe kan je tegen een paaltje gooien als je niet met zijn handen moet gooien? Hoe kan dat? Dat is beter. Hij heeft de bal van het lichaam af nog. Er zijn veel te veel druk met die bal ontwijken. Dat is een heel klein detail. Goed zo. Oké, dan stop je.